Maar laten we eens kijken naar een beetje, zoals het een beetje in vogelvlucht is gegaan met Frank de Boer. Ja, of ik nou eerst of tweede of derde of vierde of vijfde of zesde, ja. Ik heb gewoon het gesprek aangegaan en ik ben blij dat ik nu voor je sta. U gaat door met dezelfde staf. Waarom eigenlijk? Had u niet iemand liever meegenomen? Iemand die u blindelings vertrouwt? Nou, dat is belangrijk. Laat dat duidelijk zijn. Ja, en hoe heb je dat gedaan, dat overbrengen? Want ik neem niet aan dat zij dit filmpje hebben moeten kijken om te weten dat ze er niet bij zaten. Nee, het goed is niet. Nee. Ik heb ze gebeld, ja. In Nederland is het nog steeds zo dat je onschuldig bent, zolang je nog niet veroordeeld bent. Dus dat is hij. Je zegt, nou, we verwachten niet dat er ruis op de lijn komt. Maar hoe zijn jullie daar zo zeker van? Heeft de KVB met bijvoorbeeld justitie gesproken? Nou, in ieder geval wel de advocaat, ja. Ja. Dus er is een soort afspraak gemaakt? Nee, afspraak. Er is helemaal in dat opzicht geen afspraak, maar we verwachten er geen reis. Nee. Je moet gewoon op dat moment, wil je je 100% inzetbare speler hebben. Nou, dat is Jasper niet. We weten niet hoe lang het nog gaat duren. Nou, die twijfels, ook gezien dat ik dan daarna heb ik gewoon vertrouwen in de spelers, de keepers die ik heb op dit moment. Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd. Valentijn, bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2. Het is ook niet AKK-Dabra, hoor. Heel veel jongens spelen dit ook. 60, 70 minuten, ja, ongeveer. Nou, dat is gewoon gebleken uit, je hebt het net over data, dat gewoon zo is op dit moment. U heeft voor 2 jaar getekend. Ja. Gaat u het ook uitdienen? Ja, nee, ik ga het uitdienen, want ja, ik kijk er echt naar uit om deze 2 toernooien te leiden. Ja, is niet gebeurd. Hij zei ook na afloop van de wedstrijd, de kaas is op. En dat is wel een beetje gebleken natuurlijk eigenlijk ook. Ja, hij had het zelf niet eens door. Maar in Noord-Holland is de kaas op in plaats van hij heeft het zichzelf wel heel, heel lastig gemaakt. Hè? Hij heeft zich heel door sales en niet te selecteren. Ja. Door, vlak voordat het EK begon, was hij ook nog bij ons bij Goedemorgen Eredivisie. Hij zei, Babel is zo ongelooflijk belangrijk in de kleedkamer. En daar was hij niet van te weerhouden. En 2 dagen later selecteert hij hem niet. Er was geen touw aan vast te knopen. Nee. En als je deze collage ziet, dan staat er toch geen zelfverzekerde man met een plan. Nee, Quincy Menig hadden we opeens ook bij het Nederlands elftal. En jij zei volgens mij nog tegen hem, ik heb de indruk dat hij als eerste op formulier staat of zo, die Babel. Want zo hij was voorkomen. Bij ons zo ongelooflijk enthousiast over Babel. En toen, ja, ik vroeg ook aan hem, wat betekent dat, een speler voor de kleedkamer? En toen werd hij bijna kwaad. En hij zegt van, je moet een verlengstuk hebben in de kleedkamer. Nou, 2 dagen later was hij weg. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar VeronicaInsight.nl. Doei!